ik ben echt toe bij een schop. Muziek is mijn passie. Ik ben er acht jaar mee bezig. Het is allemaal begonnen bij een live concert van de band Crossfire. Het is een band uit het Caribisch gebied. En dat was een stuk in een live performance waar gitarist een solo deed en ik raakte gelijk verliefd. En daar heb ik besloten gitarist te worden. Suriname. Er zijn een paar bands die, of een paar rockbands van way back, die in de studio zijn geweest in Suriname. Maar als je een Surinaamse radio aanmaakt, hoor je liever, hoor je ook eerder R&B, hip-hop, reggae. Dat komt bijna nooit voordat je een rock liedje hoort. Dus het komt niet makkelijk voordat een band hier in Suriname in de studio gaat en een rock liedje opneemt. Dus daarom moet mijn zieke werken. Nou, het is makkelijker als je eigen productie produceert, vooral in rock genre. Want je moet veel rock producers, om het zo te zeggen, hier in Suriname. Het is als je zo'n stijl speelt, is het makkelijker om je eigen muziek te produceren. Sowieso beginnen met je eigen studio. Het openstellen van mensen die zo'n muziekstijl spelen. Wat ik hier speel van, zijn de instrumenten die je speelt. Ja, het is lekker.